Deze nieuwsuitzending die valt onder de categorie dronken met andermans veren. Oftewel, reclame voor iemand anders. Er zijn twee personen waar ik nu reclame voor maak. Die ene, dat is Jurk Gliesman. Die staat hier, een beetje groter maken. Klik. Ja, Jurk Gliesman. En dit is zijn YouTube-kanaal. Jokler66. Hij zegt als eerste, dat is een opening, dat is dus Jurk, dat hij niet behoort bij enige stroming. En hij belooft dan dat hij dus, dat nooit geweest is en dat zal hij ook nooit zijn. Namelijk een onderdeel van een georganiseerde stroming. Jurk Gliesman leest Bijbel. Ja, voor een Bijbel. Hij leest de Koning Jacobus Bijbel, King James, uit 1611. Dat is een uitstekende Bijbel. En die legt zichzelf helemaal uit. Dus wat is er aan de hand? En die tweede waar ik het over wil hebben, dat is Bill Huge. Ietsje groter zo. Yep. En die heeft een serie gemaakt en die heet Behind the Door. En in deze nieuwsuitzending wil ik kort stilstaan. Eigenlijk bij ieder filmpje wil ik er een paar dingetjes over zeggen. Hij begint hier, dus Bill Huge dus, Juggler, Jurk heeft dit geüpload. Heeft het gedownload en geüpload op zijn eigen kanaal. Dat mag allemaal. Want Bill Huge is niet organized denomination. In ieder geval die indruk maakt hij niet. Er zit geen grote organisatie achter. Het is allemaal liefdewerk, oud papier. En de eerste gaat dan, heeft als titel How to Destroy a Nation, dubbele punt, a case study. Het is een onderzoek naar hoe je een natie kan vernietigen. En waarom zou je dat doen? Nou, als je een natie vernietigt in een bepaalde regio, dan valt die uiteen en dan kan je die regio overnemen. Is al dat land van jou? Maar hoe doe je dat nou? Die tweede. Rome domineert de koningen van de wereld, van de aarde. Dat is zo. Hier in Nederland hebben we nu koning Willem-Alexander. Nou, die is al een paar keer, dacht ik, op bezoek geweest bij meneer de baas. Nou, dan gaan ze naar Rome. En dat niet alleen, koning Willem-Alexander moet er niet naartoe. Nee, dan moet hij ook zijn vrouw meenemen en al zijn kinderen. Dan moet er een foto gemaakt worden. Het schijnt dan ook zo te zijn dat als je bij de paus op bezoek gaat, dan moet je zwart dragen. Ja, je moet er maar geld voor hebben. Ah, koning Willem-Alexander en Maxima, die hebben genoeg geld. Dan gaan ze daar naartoe, gaan ze vragen wat ze moeten doen. Oh, beste paus, uw heilige vader, uw onfeilbaar mens, wat moet ik doen om uw land... Want zo is het, hè? Nederland is gewoon van de paus. Sorry dat ik gewoon zei. Nederland is van de paus. Dat is al heel lang geleden overgenomen. En de paus hier, of Rome dan. De paus is ook alleen maar een functionaris. Die is dan toevallig onfeilbaar verklaard in 1870. Door de toenmalige paus. Die dacht van nou, het is denk ik beter als de wereld naar mij kijkt als een onfeilbaar iemand. Want alles wat ik dan zeg, is dan lekker waar. Discussie voorbij. Ja, is leuk. Deze weet ik eigenlijk niet of ik die heb geluisterd. Three Unclean Spirits en Jozef Ratzinger. Nou, Jozef Ratzinger, dat was Benedictus de 16e. Zijn burgernaam is Jozef Ratzinger. En als paus heette die Benedictus de Huppeltje Pupte. Nou, hier, dat kan ik niet helemaal lezen. Kijk dan. Oh ja. Iets over George W. Bush en de evangelisten.
wil ik zo snel niet wat over te zeggen. Freedom Fighters heb ik besproken in de vorige uitzending. Die heet Korte Geschiedenis van Nederland. En dan over Willem de Zwijger. Dan een verhaal over de SDA Church. Dat zijn de Zevende Dag Adventisten. Seventh Day Adventist. Komt dat af van Babylon? Dat is een vraag die hier gesteld wordt. Ik weet niet precies wat ze ervan gaat zeggen. Babylon is wel waar het om gaat, by the way. Mensen hebben het erover van, ja, het zijn de Zionisten. En dan zegt de ander, nee, het zijn niet de Zionisten, het zijn alle Joden. En dan heb je iemand als Alex Jones van Infowars.com en die zegt, nee, het zijn de globalisten en de internationale bankiers. Ja, dat is een beetje modern geklets eigenlijk. En als je in de geschiedenis kijkt, het begint bij Babylon. Hier is over het begrip president, die helemaal geen president is, want het is een loopjongen van de baas. En over het begrip antichrist, dat komt uit de Bijbel. Met name uit het boek Openbaring. Wordt denk ik in een evangelie ook genoemd. Hè? En het heeft ermee te maken dat Christus Jezus, dat was niet zomaar iemand. Dat was iemand die was zo indrukwekkend. Die heet de Zoon van God, de Gezalfde. En de antichrist, dat is precies wat Christus was, maar dan 180 graden de andere kant uit. Erg interessant. Nou, de Jezuïeten, China en hun drugshandel. Erg interessant om te weten hoe ze China kapot gemaakt hebben. Ik weet nog wel dat ik klein was, dat ik las je in boekjes, dat in China had je dan opiumkotten. En daar lagen al die Chinezen opium te roken. Ja. En er werd ons te verstaan gegeven dat dat kwam omdat die rare Chinezen allemaal opiumverslaafd waren. Nou, het antwoord is dat de Jezuïeten hebben China volgepompt met opium voor een dubbeltje de gram. En het is erg verslavend hoor, opium. Daar krijg je ontwenningsverschijnselen van. Ja, de Jezuïeten en Zuid-Korea. Ja. Dus als je nu kijkt naar dat nieuws hè, met Noord-Korea, Zuid-Korea. Ja, kijk even naar de geschiedenis van Zuid-Korea. Wat hebben de Jezuïeten daar uitgevroten? Nou, die hebben het over gehad, 70 Adventisten. De gecontroleerde pers, de bestuurde pers moet je zeggen. En Ronald Reagan. Ronald Reagan was de president van Amerika in de jaren 80. Dat was een filmacteur ook nog een keer. Ja, het maakt geen donder uit, hè? Want de paus is de baas. En wat maakt de paus het uit? Dan ben je Pietje Puk. Nee, ik heb gehoord dat ze nou bezig zijn om Oprah Winfrey naar voren te gaan schuiven. Dat die dan de gedoodverfde eerste vrouwelijke president wordt. Nu Hillary Clinton het niet gelukt is. Maar dat maakt geen donder uit. Er moet gewoon iemand zitten en die doet precies wat de paus zegt. Klaar. Dat is echt niet zo moeilijk hoor. En al je speeches die worden toch voor je geschreven. Dus, ja, wat moet je nou doen als president van Amerika? Kom op man. Beetje recepties aflopen en handtekeningen zetten onder documenten die je niet eens geschreven hebt, die je ook helemaal niet verzonnen hebt. Maar de paus zegt, handtekening. Ja, er komt hier een hele leuke over Mel Gibson. Die heeft die film gemaakt, The Passion of the Christ. Een verschrikkelijk ding. Ik zou die film niet kijken als ik jullie was. Daar word je denk ik alleen maar depressief van. De grote these die erin zit, is dat de katholieke kerk, Mel Gibson is katholiek, de katholieke kerk die leidt de aandacht af. En die heeft een heel nieuw ding geïntroduceerd, wat totaal niet in de Bijbel staat. Wat die katholieken zelf hebben verzonnen. Dat is Maria-verering. En Maria, dat is dan de moeder. Dat was de vrouw van Jozef. En Jozef was de vader van Christus. Maria was dus de moeder van Jezus.
En dan gaan we daar een beeld van maken. Als je een beetje katholieke kerk hebt, als je hier binnenkomt, heb je links heb je de Mariakapel. De bedoeling is dat je dan gaat bidden voor dat beeld. Heilige Maria, moeder van God, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Of zo, ik ken het niet eens uit mijn hoofd. Bid voor ons zondaren nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Even dan terug, want het gaat helemaal niet om Maria-verering. Wat er vereerd wordt, dat is een godin en die heet Astarte of Semeritas of Isis. Het ligt er een beetje aan wat van dialect je spreekt. Dat is die Babylonische drie-eenheid. Isis, Osiris en Horus. En die andere is dan Semeritas, Nimrod en Tammuz. Dat is heidense mafketelarij. Hier wordt het wel lekker interessant voor diegenen die van conspiracies houden. Dus George W. Bush, John Kerry, die waren toen samen bezig om president te worden. Ja, om te winnen dus, was wedstrijdje president worden. En die waren allebei lid, of zijn allebei lid, van de Skull and Bones Secret Society. Een skull betekent schedel en de bones betekent botten. Ik heb die film gekeken, The Black Sail. Zo. Over piraten. Die staat op Netflix. En heel toevallig hebben ze daar dus ook een zwarte vlag met een wit symbool erin. Maar niet het symbool van de Jezuïeten. Want dat was een schedel met twee van die... dat zijn dijbenen die eronder zitten. Die heeft dus een schedelhoofd en dan... Twee dijbotten moet je zeggen. En die zijn er dan gekruist ondergehangen. Dat was de vlag van de Jezuïeten. Het was geen goed nieuws als je die tegenkwam in de Atlantische Oceaan. En dat doen ze dan bij Netflix natuurlijk niet netjes vertellen. Dan nemen ze dan een andere vlag. Dan denken wij, oh, maar dat is best leuk hoor, een piraten zijn. We waren echt wel toffe mensen. Nee, die Jezuïeten zijn helemaal geen toffe mensen. Dat is het schuim der aarde. Naar mijn mening. Ik vind dat je niet mag liegen, je mag niet moorden, je mag niet overal oorlogen beginnen. Dit is dan een hele goede vraag. Hè? De Joden, de Illuminati of de internationale bankiers? Wat hebben die te maken met een nieuwe wereldorde? Wie heeft er nou echt de macht? Who really has the power? Interessant. Nou, wat ze Mexico hebben aangedaan. Mexico is echt... Ja, sorry dat ik echt zei. Maar Mexico is arm. En alles wat onder Mexico ligt, dat is ook niet al te rijk, hoor. En heb je in Mexico, heb je die drugsbaronnen en... Mensen die voor de overheid werken en die wonen in hele grote mansions en... Die hebben farms en alles. Ja, die zijn stinkend rijk. Dan heb je het over 1% of 0,1%. De rest van de Mexicanen die kunnen op een droge boon gaan lopen kouwen. Ja, zeggen wij, dat komt omdat die Mexicanen, die zijn lui. Nee. Die Mexicanen, hun samenleving is helemaal overgenomen. En alle poen die stroomt naar boven. En die mensen eronderin, die wonen in sloppenwijken. Ja. En jij bent geboren in een sloppenwijk. En dan ga jij proberen om president van Mexico te worden. Nou, ik dacht het even niet. Uren luistermateriaal. Ik zou het echt gaan doen, hoor. Over slavernij. Al de gezeur. Oh, slavernij. De poen van de blanken. Nee, hé. Hey. Dat komt van Babylon. Ja, maar die Babyloniërs, die waren toch ook aardig blank? Ja. Een tackle is een hond. Maar niet iedere hond is een tackle. Die Babyloniërs zijn blank. Maar niet alle blanken zijn Babyloniërs. Waren blank, moet ik zeggen.
The Ones with the Golden Rule, dat gaat denk ik over de heerschappij van degene die het goud in handen hebben. Nou, een stukje geschiedenis over waar die ellende vandaan komt. Het is natuurlijk begonnen in Babylon. En in 1517 is het Maarten Luther gelukt om de boel aan het schuiven te zetten. En toen begon er iets, dat heet de reformatie. En de paus balen, jongen. Potverdorie, ik wil Duitsland ook. En hij had Duitsland helemaal prima in de pocket. Nou, dan kwam die rare Maarten Luther. En dat was een medewerker van de paus. Je zou kunnen zeggen, dat was een klokkenluider. Dat was die Julian Assange, die werkte voor de NSA of zo. Alleen die Julian Assange, daar, wat moet je er verder mee? Hoor je de laatste tijd dan nog wat van? Nou, ik niet hoor. Die andere Edward Snowden. En Maarten Luther, ja, daar hoor je nog steeds van. Nou, en toen die reformatie, aangesticht door Maarten Luther, toen die goed op gang kwam, toen is die orde van de Jezuïeten uit de grond gestampt. In 1540, om en nabij. Dat was leuk. Het is een raadsel, hè. Je hebt een samenleving en er zitten 100 katholieken en 100 mensen die dat niet zijn. Nou, hoe zorg je er nou voor dat 100% van de samenleving katholiek wordt? Geef je even na te denken. Regel 1, je denkt van nou, dan moet je al die niet-katholieken moet je katholiek maken. Nou, het punt is, er zijn mensen die zijn bewust niet katholiek. Omdat het katholicisme een aantal gebruiken heeft, dogma's, mag je denk ik ook zeggen, die staan haaks op de Bijbel. In Matthäus 6 staat, niet repetitief bidden. Dus als je wilt bidden, en in het hele Nieuwe Testament staat nergens dat Jezus heeft gezegd, gij zult bidden, helemaal niet. Christus Jezus heeft op verzoek van zijn volgelingen een gebed gedicteerd. Zijn volgelingen vroegen aan Christus, als wij bidden, wat zullen wij dan bidden? Daar is het Onze Vader uitgekomen. Het Wees Gegroet Maria staat niet in het Nieuwe Testament, om wat te noemen. En zeer zeker niet repetitief. Dat staat letterlijk in Matthäus 6. Dus je mag best voor het slapen gaan het Onze Vader bidden. Dat is helemaal niet erg. Maar je gaat er niet 10 achter elkaar doen. Waar de rozenkrans vandaan komt. Nou, dus terug naar het probleem. Er zijn dus mensen die zijn, omdat ze bijbelgelovend zijn, heel erg achterdochtig. Nou, zo'n wereldse macht die dan zegt, ja, wij zijn de baas van alle koningen en... Ja, de Bijbel die hoef je ook niet te lezen, want je komt me iedere zondag naar de kerk en dan wordt het je wel uitgelegd. Nou, hoe kom je dan tot 100% katholieken? Ja. Als overtuigen niet gaat werken. Nou, het antwoord is heel simpel. Je maakt die 100 niet-katholieken, die maak je dood. En dan hou je die 100 katholieken over. En dat is een 100%. En dan net als in de tijden in Brabant, het begin van de 20e eeuw, einde van de 19e eeuw, dat meneer Pastoor langskomt en zegt, is het niet eens tijd voor een nieuw kindje? Ja? Die gezinnen in Brabant, die hadden rustig 10 kinderen per vrouw. Ja, daar kan je wel wat protestanten voor vermoorden. Ja? Geniale tactiek. Maar hier dan de katholieke kerk en het jezuïtisme versus de koning Jacobus Bijbel uit 1611, King James. Interessant verhaal.
Dit is een kritiekpunt van Jurk zelf op die man, Bill Hughes. En die maakt dan het teken van de duivel. De duivel zijn horenen teken. Dat betekent, je doet je wijsvinger vooruit en je doet je pink vooruit. En je moet je duim een beetje tegen je middelvinger aandoen. En dan, je ziet het heel veel bij death metal bands en dat soort dingen. Mensen, yeah, the devil rules. Nou, dat doet Bill Hughes dus ergens tijdens een lezing. En Jurk is daarvan geschrokken. Ik dacht van, hoe, dat zal toch niet waar zijn? Ik hoop van niet. De Edict of Nantes, weet ik zo uit mijn hoofd niet, maar ik heb er denk ik wel geluisterd. Al die edicten, die concilies, al die afspraken, het is wel leuk om dat even in de gaten te houden, wat er afgesproken is. Hè? Oh, dit is een hele goeie. Waarom is er oorlog in het Midden-Oosten? Yo. Nou, dit is vanwege ISIS. Sorry, dat is vanwege ISIL. Nee, dat is IS. IS is het. In Al-Qaeda. En Osama Bin Laden, die zat erachter, hoor. Dat is helemaal niet waar. Ik heb hier in huis heb ik een aantal interviews gedaan met mensen. Die kwamen dan op bezoek, heel gezellig. En dan heb ik dan cameramensen bij en geluid werd allemaal geregeld. Allemaal heel amateuristisch, hoor. Ik heb geen studio hier. Het is gewoon maar een woonkamer. Daar had ik een jongen op bezoek. Die heet Adnan. A-D-N-A-N. Adnan. Hele aardige jongen. En zijn familie komt uit, ja, uit Koerdistan. Maar in, ergens in 1921... was de oorlog afgelopen tussen Griekenland en Turkije. Nou, pin ben er niet op vast, ongeveer. En toen hebben ze in Lausanne, dat is een plaats in Zwitserland, daar hebben ze een vredesakkoord getekend. Dat heet de Vrede van Lausanne. Ik zal het er nou niet bij pakken, je kan het zo zelf opzoeken als je dat wil. Toen hebben ze Koerdistan in 4 stukken gehakt. 4 of 5 stukken. 1 stuk ging, dat kreeg Irak, een ander stuk dat kreeg Iran, Syrië kreeg een stukje, Turkije kreeg een stukje en Wit-Rusland kreeg een stukje. Belarus zei dat ook wel, Wit-Rusland. En hij komt uit het Turkse deel van Koerdistan. Het is niet het Koerdische, hij komt uit Koerdistan, maar goed, hij is het gebied waar zijn familie is opgegroeid, dat is door die vredesovereenkomst geannexeerd door Turkije. Leuk is dat. Kan je nagaan, hè? Er is oorlog tussen Spanje en Italië en wij denken, wow, we maken het uit, zo'n eindweg. En dan wordt er een vredesakkoord getekend en Noord-Nederland, dat wordt gegeven aan de Engelsen. Groningen, dat geven we aan Denemarken. Gelderland geven we aan Duitsland. Limburg, dat geven we aan Luxemburg. En het zuiden van Nederland, dat geven we aan België. Nou, dan zijn wij blij, hoor, dat de oorlog tussen Spanje en Italië voorbij is. Want die Koerden hebben daar niet voor getekend, hè? Laten we eerlijk zijn. Die Koerden zaten gewoon lekker koer te wezen in Koerdistan. Wisten zij veel? Ja, die jongen die zit dus bij mij op de bank. En die vertelt heel vrolijk dat zijn familie, want hij heeft contact in die kontrijen, dat dan die vrijheidsstrijders, hè, zo worden ze dan genoemd. Ik ben een internetterrorist natuurlijk. Ik val onder de categorie terrorist. Maar die mensen, dat zijn vrijheidsstrijders. Die kwamen vanuit Turkije. Ja. En Turkije is lid van de NATO. Hè? Of NAVO, wat je maar wil. NEDO op zijn Engels. OTAN op zijn Frans.
En die Koerdische mensen daar, die zagen dat wel met ontsteltenis aan. Wat krijgen we nou? Ja, daar komen ze vandaan. Die oorlog in het Midden-Oosten, dat is NATO-werk. Dit is waarschijnlijk nog wel een van de meest verdrietige uitzendingen. Vietnam. Waarom zijn we gegaan? Het is helemaal uitgeschreven, helemaal uitgedokterd. Het waren de katholieken. Voor de zoveelste keer. En toen ik in Groningen woonde en er waren van die bierfesten. Ja, er werd ook regelmatig meppen. Dus buitenhuizen en Driederklomp. De Friese tegen de Groningers. Ja, dat ging gewoon om een meisje. En een hele hoop bier. En tegen de tijd dat de politie kwam, dan was de vechtpartij al voorbij. En dat is een oorlog waarvan ik nog de lol van in kan zien. Ik zeg niet dat ik dat moet gaan doen. Ik ben er ook wel eens bij geweest hoor. Dan gaat de ene jongen helemaal wild op die andere jongen. En dan krijgen ze een groepje. En uiteindelijk staan ze met z'n drieën te houden. Met z'n vieren, met z'n vijven. Per partij natuurlijk. Ja, en dan breekt er een stoel. En dan gaat er een tafel door midden. Maar die man die dat bierfesten heeft georganiseerd. Ja, die neemt die schade van die paar stoelen en een paar tafels wel voor lief. Want een beetje Groninger en een beetje Fries, ja, dan praat je toch over 50 glazen bier op een avond. €2. Dan heb je je zaal vol zitten met 400 man. Dus dat is een 400 keer 12. Ja, daar kan je wel een stoeltje van vergoeden. 400 keer. Even uitrekenen, dus €2. Dan zeggen 15, dus €30. Dus 30 keer 400, dus 12.000. Ja, nou, wat kost zo'n stoel? Dat trekken we wel hoor. Dat zijn leuke oorlogen. Deze oorlogen, de World War II en World War I. Die waren niet zo leuk hoor. Dat is niet grappig. Het ging ook niet om een meisje. Het ging om hele landen. En de Tweede Wereldoorlog zijn die Joden ongelooflijk te grazen genomen. De Eerste Wereldoorlog was ook niet leuk. Die jongens die gingen huilend naar het front in de Ardennen. Die wisten ook wel, ja, 's morgens vroeg in de vrachtauto. En aan het einde van de dag mag je weer naar huis. Maar ja, niet iedereen zal erbij zijn. Hè? Nee. En heb je een heel mooi incident, dat weten we hier in Nederland bijna niet. Waco. Dat speelde zich af in 1993. En dat ging om een geloofsgemeenschap. Was dat de Davidians of zo? En die waren autonoom. En die vormden een commune. Ik zeg niet dat je bij zo'n gemeenschap moet. Maar als mensen dat doen, ja, moeten ze dat lekker zelf weten, vind ik hoor. Nou, de paus was het daar niet zo mee eens. De paus heeft zoiets van, je mag best een geloofsgemeenschap oprichten. Met een mannetje of 3, 4, 5. En een beetje net als Perry en Jurk Liesman en Brett Norman. En nou, er zijn er nog meer, Tom Fresh, die heb ik zelf nooit gesproken. Ik heb Brett Norman ook nooit gesproken. Maar dat is een soort clubje. Die doen Bijbel lezen. Ja, dat vindt de paus niet zo erg. Maar als je zo'n... Iets als die dingen die de Davidians gaan doen. En ook allemaal gebouwen. Ja, dan komt de paus even langs. Ze hebben die mensen afgeslacht. Kan je nagaan. Jij als mens denkt van... Wauw, ik wil wel in die commune. En dan ga ik maar Bijbel lezen op z'n David Huppeltje Pup.
En dan word je vermoord? Squeeze me. En niet alleen de mannen, nee, ook de vrouwen en de kinderen. Alles. Dit is weer een stukje geschiedenis, 1798. De oprichting van de Illuminati. Illuminati is een onderafdeling van de Jezuïeten. Die hebben ze zelf opgericht. Adam Weishaupt, dus de oprichter van de Illuminati. Dan heb je het over de Beierse Illuminati, by the way. Adam Weishaupt, die was docent aan de Universiteit van Ingolstadt. Dat is een Duitse stad. En die universiteit, dat is een Jezuïte universiteit. Hij doseerde daar kanoniek recht. Dat je dat een beetje weet, hè. September 11 van 2000, ja, 11 september moet je zeggen op zijn Nederlands, 2001. Ja, het is alweer zo lang geleden, 2001, daar wil ik niks meer van weten hoor, want het is nu 2018 en we zijn 17 jaar verder. Dus een nieuwe ronde, nieuwe kaarten. Nee, helemaal niet, want hier staat 2001 en daar staat 1798. En net had ik het over 1540. En de katholieke kerk is opgericht in het jaar 324 of 325, mag je zelf kiezen. Met het concilie van Nicea. En daarvoor waren die katholieken er al. Alleen ze heette toen nog geen katholiek. Toen was het de Romeinse staat. Dus, rijk, moet je zeggen. De doctrine van Monroe. De betrokkenheid van de Jezuïeten. In het Amerikaanse banksysteem. Och, en deze, de moord op Abraham Lincoln. Want iedereen die heeft het dan over John F. Kennedy, want die is dan vermoord door Lee Harvey Oswald. Wat helemaal niet zo is. Lee Harvey Oswald was de zondebok. Ik denk dat je ervan uit mag gaan dat Pim Fortuyn ook niet vermoord is door Volkert van der G. Maar door de Jezuïeten. Nou, Abraham Lincoln is vermoord in 1865 door de Jezuïeten. Door de katholieken. Niet iedere katholiek is Jezuïet, maar iedere Jezuïet is wel katholiek. En er is geen enkele katholiek die bezwaar maakt tegen de Jezuïeten, want dan zijn ze weg. De Jezuïeten hebben de boel overgenomen binnen de katholieke kerk. Ga daar maar vanuit. De huidige paus, Jorge Mario Bergoglio, die opereert onder de naam, de artiestennaam Franciscus de Eerste. Dat is een Jezuïet. Van Rompuy, dat was de president van Europa. Dat is ook zoiets. President van Europa, ik heb nooit gestemd op een president van Europa. Ik wil ook helemaal geen president van Europa. Dan moet ik mee. Laten die Belgen lekker in België blijven. Lekker van die Belgische kaas maken. En tegen fatsoenlijke prijzen aan ons leveren. En dan krijgen zij champignons en eieren voor terug. Meer wil ik met die Belgen eigenlijk niet te maken hebben. Ja, behalve mooie Belgische vrouwen. En van het lekkere Belgische bier. En op vakantie gaan naar de Ardennen. Ik heb er helemaal geen president nodig van Europa. Waarom? Ja, want de president van Europa die zorgde ervoor dat Nederland niet langer oorlog gaat voeren tegen Duitsland. Nou, punt 1, we hebben nooit oorlog gevoerd tegen Duitsland. Dus dat is een probleem. Ja, maar Luxemburg kan ook helemaal uit de hand lopen hoor. En de president van Europa die gaat dan foei tegen Luxemburg. Wel lief doen, hè, tegen Duitsland. We hebben helemaal geen president nodig. Maar die Van Rompuy, die is er dan plotseling, poing! En dan denk ik, ja, wat kost zo'n kerel in de maand?
En die zit er een beetje met zijn lelijke hoofd de president van Europa uit te hangen. Ik heb die man helemaal niet gekozen. Ik zat helemaal niet op te wachten. Nog meer kosten, de Europese Unie, we betalen ons al blauw aan het waanzinnige project. Ah, die Van Rompuy was een jezuïet. Zo kan je dan maar even doorgaan, hoor. Er zijn angstaanjagende berichten dat er per jaar iets van 30.000 jezuïeten afstuderen aan die fijne jezuïtische universiteiten. En die gaan allemaal wild op ons. Ja, leuk is dat. 30.000 nieuwe vijanden per jaar erbij. Vijanden van Christus. Vijanden van de zachtmoedige mens. En die Van Rompuy wil lekker lachen. En wat doet die momenteel? Ja, Abraham Lincoln in het kort, die is vermoord. En toen heeft die man die hem dan doodschoot, John Wilkes Booth, B-O-O-T-H, die is doodgeschoten op de, ja, hoe moet ik dat noemen? De plaats van het misdrijf. En toen zijn ze dat uit gaan zoeken en er zat een samenswering achter. Dus al die mensen die zeggen van ja, al die samensweringstheorieën, nou ik hou er niet van hoor. Ja, ik hou er ook niet van. Dat is net zo iemand die zegt van ja, ik drink graag een liter jenever op een avond, maar ik hou niet van een kater. Ja, je kan er wel niet van houden, maar je krijgt het wel. Nee hoor, Perry, want ik ga 's morgens vroeg al beginnen met jenever drinken en ik drink de hele dag door. En dan heb ik geen kater. Nee. Maar wel zoiets als een kater, denk ik. Een samenswering, en die zijn er. En dat was een samenswering om Abraham Lincoln te vermoorden. En niet alleen hij, maar ze zouden er een stuk of 3-4 gaan pakken. Nou, eentje is er maar gelukt. En dat was de... En die man heette dus John Wilkes Booth. En die samenswering, die hebben ze... Zijn ze tot ontdekking gekomen wie dat waren. En dat waren allemaal katholieken. En eentje daarvan, dat was de zoon van een vrouw die heette Marie Sorat of zo. Hij heette dus ook Sorat. S-A-U R-A-T of dubbel R-A-T. Moet je even nakijken. John Surratt. Zoiets. Nou, die wist te ontsnappen. Die is naar Canada verplaatst. En daar heeft hij een schuilplaats gekregen. In een klooster. Of een katholiek klooster. En toen ze de mogelijkheid zagen om hem op de boot te zetten naar Vaticaanstad, is dat gebeurd. En die Amerikanen, boos jongen. Van hallo. Dat was iemand en die zat in het complot om onze democratisch verkozen president, te weten Abraham Lincoln, te vermoorden. En jullie geven hem asiel? Hier met die klootzak. Maar dat deed Vaticaanstad niet. Toen heeft Amerika gezegd, nou weet je wat, dan zijn wij geen vriendjes meer. Toen zijn de diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en Vaticaanstad verbroken. En dan, ongeveer 100 jaar later, heeft Ronald Reagan, waar we het net over hadden, die auteur, die westerns speelde, die heeft de diplomatieke banden dan weer hersteld. Van, we doen nergens meer moeilijk over. Ja, Vaticaanstad heeft weliswaar minimaal één, want er zijn nog veel meer presidenten vermoord. Niet alleen John F. Kennedy, wat toen nog niet bekend was. Nee, joh, in de tijd van Reagan natuurlijk wel. Maar voordat Abraham Lincoln gechopt werd, waren er al anderen, hè, die gechopt zijn.
Ja, leuke jongens, die katholieken. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. En dan nog een keer. En dan nog een keer. En dan nog een keer. Stelletje heidenen. De Oklahoma City bombing, dat is een aanslag op een gebouw in Oklahoma City. Dat is denk ik de hoofdstad van Oklahoma. En de verantwoordelijkheid daarvoor is in de schoenen geschoven van Amerikaanse white nationalists. Ze waren Amerikaan, ze waren blank en ze waren nationalistisch. Nou, er is maar één ding wat ik niet ben. Ik ben geen Amerikaan. Voor de rest ben ik blank en ik ben nationalistisch. Een grens vind ik een erg goed idee. Laat die Belgen lekker Belgische rechtspraak doen. En dan maak maar een folder met hoe men zich moet gedragen in België. En dan gedragen we ons naar de Belgische wet. En dan wel een grens erbij. Ja, de wet is die Oklahoma City bombing toestand. Het hele gebouw is ik zal het niet gaan uitvergroten, want dat verpest de uitzending. En hier zie je, dat heet het John P. Murray Building. Het is een ding met toch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee. Toch iets van 10 verdiepingen hoog. Boom. En het was niet die vent, weet je die ook alweer? Ook zo'n zondebok die ze daarvoor aangewezen hebben. En die zou het dan gedaan hebben. Nou, dat was helemaal niet waar. Hier wordt ingegaan op de moord, assassination, op John F. Kennedy. Assassin, dat kwam van de hashashin, van het woord hash. Even tussendoor, dat ik toch even weet. Er zijn van die bendes geweest met van die kromzwaarden en die zaten zo stoont als een kanaal op een kameel. Met hun kromzwaard in hun linkerhand. Dat waren de assassins, de hashashin. En dan die laatste. Het zinken, hoe moet je dat zeggen? Het teloor gaan van de Titanic. Die grote boot, die was onzinkbaar. Weet je nog? Daar zat wel wat meer achter. Dat was niet dat die kapitein... Oh, wat een domme kapitein. Ze dachten dat het schip onzinkbaar was. Nou, en zo zie je maar weer, je kan nooit van alles zeker weten. Nou, er is één ding wat je zeker kan weten, dat is Babylon. Dat is ongeveer 3000 jaar van onze jaartelling begonnen. Dus inmiddels zitten we 5 millennia in die Babylonische meuk. Helaas, maar pindakaas. En dat weten wij zeker. Nou, ik hoop dat jullie hierna gaan kijken, minimaal eentje eruit pakken, want iets over slavernij. Dat je dat even weet, hoe zat dat in elkaar? En over Mexico, heb een beetje medelijden met die Mexicanen. Ja, maar Perry, daar heb ik geen tijd voor, want hier in Nederland zitten we helemaal tot over onze oren in de Jezuïeten. Dus ja, die Mexicanen die zoeken het zelf maar uit. Ja, tot op zekere hoogte is dat waar. Het gedeelde smart is halve smart. Dus dat kan je tegenover zetten. En kom je dan een keer zo'n bonenvreter tegen? Want zo heten ze vroeger, bonenvreters. Wij zijn kaaskoppen, dat zijn bonenvreters. Dan kom je als kaaskop kom je een bonenvreter tegen. Dan zeggen we, hé man, gedeelde smart, halve smart. En dat zal nog wel even duren hoor, voordat we van Babylon af zijn. Want er is maar één manier om van Babylon af te komen. En dat is dat je je Bijbel gaat lezen. Want dat is toevallig wel het enige boek waarin over Babylon gesproken wordt. En dan het Nieuwe Testament erbij. En dan gaan we niet meer echt breken.
We stoppen met stelen. We gaan onze kinderen behandelen alsof het kinderen van God zijn en niet die van jou. Maar het kost nog wel wat generaties voordat we al dat, ja, die beschadigde jeugd die wij zelf verpest hebben. Gerepareerd hebben. Maar goed, komt tijd, komt raad. En jullie wil ik hartstikke belangrijk bedanken voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag liefhurts.